Helemaal en wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag weer een adventskalender unboxing. En ik heb er één die ik nog nooit heb geprobeerd. Dit is namelijk de adventskalender van ASOS. Of ASOS, ASOS. Als ik ASOS zeg, klinkt het eigenlijk alsof dat niet klopt. Dit is hem. Het is best een hele kleine voor die 118 euro die je hiervoor betaalt. De kalender komt wel in een heel leuk tasje. Deze ga ik sowieso gebruiken voor mijn boodschappen. Ik vind die kleuren echt heel erg leuk. Dus als het ware krijg je er gewoon een extra cadeautje bij. Zoals ik dus al zei, deze is 118 euro. Toen dat die net uitkwam had ik een code voor volgens mij 20% korting. Dus ik heb 95 euro betaald. Op dit moment is de adventkalender uitverkocht. Maar volgens mij komt hij nog wel één keer terug. Maar al die jaren ben ik al te laat voor deze. Dus nu dat hij uit was, was ik er gelijk bij. En voordat ik hem dan ga openmaken, wil ik je vragen om alvast even een duimpje omhoog te doen voor deze video. Zo kan ik zien dat jullie deze video's leuk vinden. En het helpt heel erg met het algoritme. Dus als je dat zou willen doen, dan heel graag. Oké, even kijken. Ik denk dat ik deze er gewoon zo af ga halen. En dan gaan we hem openmaken. Oh, wat ontzettend schattig. Het zijn mega... Wacht even. Het zijn maar 11... Nee, het zijn 14 vakjes. 118 euro. Voor 14 vakjes. Oh, dat wist ik niet. Nee, dat klopt niet. Oh nee, ik denk dat er nog een laag onder zit. Want... Als ik de foto's zie en ik ga niet goed kijken, zijn dit veel meer dan 14 producten. Maar er zit denk ik nog een laag achter. Oh, ik schrok me echt dood, hè? Laten we even kijken als we nummer 1 weghalen of er dan nog een laag tevoorschijn komt. Ja, er zit nog een laag achter. Ik schrok me echt helemaal de pleuris. Oké, ik schrok. Nou, daar gaan we in ieder geval het allereerste vakje. Jeetje, Mina. Ik was echt even zwaar teleurgesteld. Nummer 1. Echt heel leuk dat dit zo vrolijk is. Ik hou meer van de wel echt kerstachtige designs. Maar toch vind ik dit echt wel heel erg leuk. De allereerste is gelijk een MAC lipstick. Velvet Teddy. Volgens mij gaat elke kalender die ooit een lipstick erin doet van MAC... altijd voor Velvet Teddy. Want volgens mij is dat de kleur die iedereen staat. Echt super. Dus ik ben hier vakje nummer 1 echt wel heel erg blij mee. Dan gaan we naar nummertje 2. En oké, ze zijn tenminste wel zo slim geweest om dat dan allemaal bovenin te doen. Leek me anders nogal stom. Kijk nou wat leuk. Die koeienprint. Het is toch fantastisch. Het schijnt wel dus dat hier heel veel full size producten in zitten. Dus dat is top. Deze dan net niet. Dit is van Elemis Pro Collagen Night Cream. Volgens mij heb ik hier een hele grote pot van. Nog nooit gebruikt, maar ja, ik vind het merk op zich wel goed. Dat is dan wel een mini, maar goed, ze kunnen niet allemaal full size zijn. Nummer 3 zie ik gelijk daarna liggen. Dus ik hoef niet per se de hele adventskalender omhoog te pakken. Dit is een Smoky Eye Mascara van... Bobbi Brown. Die ziet er zo uit. Ik heb nog nooit een mascara gebruikt van Bobbi Brown. Ik heb sowieso vrij weinig producten van Bobbi Brown. Volgens mij alleen een bronzer. Ik heb nog niet zo lang geleden mijn nieuwe mascara geopend. Dus vind ik het zonde om deze open te maken. Maar het is dus voor een smoky eye effect. Dus ik gok dat dit gewoon een harig borsteltje is met veel volume. Ik denk dat dit mijn favoriete kalenders zijn waarin verschillende merken zitten. Dus dat je echt van alles wat krijgt. Oh, er zit zelfs nog een laag achter. Ik zie nog een laag hierna. Nummer 4... Oké, ik merk dat ik heel enthousiast ben van deze, nu al. We zijn pas bij vakje 4 en ik vind het nu al helemaal... Ja, oké, dat vind ik dan jammer. Waarom gebeurt dat zo vaak, als ik mezelf helemaal ophype, dat er dan iets komt dat ik denk, ah, jammer. Wel leuk, denk ik, als je dit nog niet hebt. Ik heb er inmiddels een stuk of 500. Dit is zo'n jaderoller van de Psychic Sisters. Dus dit lijkt me meer een quartz of zo. Ik vind hem wel heel mooi eruit zien. Nou, dat is dus dit ding. Dit vind ik ook eigenlijk altijd een beetje jammer. Dat is net zoiets als zo'n gua sha steen. Ik vind het dan net niet. Maar ik denk dat heel veel mensen dit niet in huis hebben. En dan kan ik begrijpen, oh leuk. Weet je, leuk om een keer te proberen. Nummer 5. Dit is een In Transit Camera Close-Up.
Be ready for that close-up in seconds with a mask, moisturizer en primer in one. Zo ziet hij eruit. En het is dus eigenlijk gewoon een masker, een primer en een moisturizer. Dus net waar jij het voor wil gebruiken. Nummer 6. Oeh, deze voelt zwaar. Ik blijf er excited over, maar zwaar zegt helemaal niks. Oeh, dit is heel fel. Dit is van Dr. Paul Paul. It does it all. 7 in 1. Oh, ik ben zo verkouden dat dit echt moeilijk is om uit te spreken. 7-in-1 Hair Treatment Styler. Ik heb alleen een lippenbalsem en een scrub van Dr. Paul Paul. En dat is wel echt een heel fijn product. En dit is dus voor je haar. Het is een heat protectant. Het is een detangler. Het is een leave-in. Het adds shine to your hair. Dus dit doet van alles. En volgens mij ook weer een full size. Dus dat is ook leuk. Nummertje 7. Alles gaat naar beneden. Dit is van Oskia. Een Renaissance mask. Ik denk gewoon een masker voor je gezicht. Oké, dit is een masker. Dat wordt dus wit als je het goed opbrengt. Zo ziet hij eruit. Ik heb echt nog nooit van dit merk gehoord. Ziet er goed uit. En dan zal je zien dat hij bij mij niet wit wordt, hè. En dan ga ik echt bij mezelf denken, kan ik nou zelfs geen masker aanbrengen in mijn leven? Kan ik ook dat niet? Maar goed, hij wordt dus wit als je hem goed aanbrengt. Ga naar deze Eenie Meenie nummer 8. Hoe cute ziet dit eruit? Waar is de opening? Nou ja, weet je, we maken hem gewoon lekker stuk. Waarom lukt het niet, hè? Dit is... Oh, wat jammer. Ik bedoel, het is wel een goed merk. Wat had ik ook kunnen verwachten? Het is een lippenbalsem van Carmex met cherry geur. Dat is deze. En op zich is Carmex wel goed hoor. Maar dan denk ik, oh. Carmex is voor mij echt een beetje een heel erg budgetmerk. En dat vind ik hier dan net even niet bij horen of zo. Maar ja, niet teleurgesteld. Gewoon misschien een beetje. Toch wel. Nummer 9. Die had ik hier. Dit voelt alsof er van die watjes in zitten die je kan hergebruiken of zo. Heel licht. Het zijn scrunchies van Invisibobble. Dit vind ik altijd zoiets, dat hoeft niet. Ik vind dat niet leuk. Het zijn scrunchies. Dan moet ik er ook bij zeggen, ik vind het heus niet erg dat het erin zit. Ik snap wel dat ze niet 24 high-end producten kunnen geven. Maar ik vind dat net niet. Ik vind het een beetje weghalen van het idee van een toch wel luxere kalender. Nummertje 10. Ik vind alsnog wel een leuke inhoud. Dit is van Dermalogica Special Cleansing Gel. Heel fijn merk. Ik heb eens in de zoveel tijd, dat is echt 1 keer in de 3 jaar of zo, dat mijn huid van alles pijn gaat doen. Echt van alles. En het enige wat ik dan kan hebben is Dermalogica. Ik weet niet waar dat vandaan komt, wat het is. Maar dan kan ik echt alleen maar dit handelen. Maar ik zou het niet nu hoeven gebruiken. Het is niet iets wat ik dan langer wil gebruiken. Maar ik ken deze dus wel. En hij is wel echt heel erg goed. Alles is een beetje harry in de warry gegaan. Maar we gaan in ieder geval naar nummertje 11. Dit is van Sleek. Oh, dat is echt voor mij nostalgie. Ik kreeg toen een keer een perspakketje van Sleek. En dat was een van mijn allereerste pakketjes. En dat vond ik zo bijzonder. Dus voor mij is Sleek echt gewoon echt nostalgie. Nog steeds de verpakking hoe we hem kennen. Vind ik nog steeds echt heel chic. Vind ik echt mooi. Ik weet nog steeds niet wat het is. Ik heb hem niet geopend. Slim Thick. Het is een blush. Oh, heel mooi. Kijk even. Ik weet niet of het een beetje overkomt, maar het is een beetje rosé goudachtig. Het lijkt denk ik een beetje op een dupe van NARS Orgasm, maar dan net wat donkerder. Heel erg mooi. Blush is zoiets dat draag ik of een maand lang elke dag, of dan weer echt een jaar lang niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja. Dan gaan we naar nummertje 12. Dit is... Oh, hier heb ik zoveel over gelezen. Tenminste niet gelezen, op TikTok heel veel over gehoord. De Brazilian Bum Bum Cream. Dus je zou denken dat die voor je bum is, dus voor je kont. Maar dat is hij dus niet. Hij is gewoon voor overal. Want ik dacht, oké, een crème speciaal voor je kont. Waarom zou je dat willen? Wordt het dan groter? Nee, het is gewoon voor je hele lijf. Maar Bum Bum Cream. Het is een fast absorbing body cream. En het maakt je
strakker. Nee, daar geloof ik nooit zo in. Maar goed, dit is in ieder geval hoe die heet. Ik dacht op het plaatje die ik had gezien dat het een grote pot was. Dus dit is een klein beetje teleurstellend. Hij ruikt heel erg lekker. Ik weet niet waarom dit dus zo'n hype is op TikTok. Hij zou vast heel goed zijn of iedereen wordt gesponsord. Dat kan ook. Maar ik ga deze zeker proberen, want hij ruikt echt heel erg lekker. Nummertje 13. De ene laatste van deze laag. Tenminste, nummer 20 ligt er ook. Maar dat vind ik een beetje gek. Dit is Bakuchiol Booster. Bakuchiol Booster. Bakuchiol. Lees maar. Bakuchiol Booster. Het is in ieder geval een facial oil. Uit Argentinië. Hele mooie verpakking ook met dat goud. Oeh, ziet er heel mooi uit. Het is een alternatief op retinol. Ik moet zeggen, ik heb al 3 keer geprobeerd om aan retinol te beginnen. Maar ik vind het zo heftig. Zelfs de laagste hoeveelheid. Dit is dus een plantalternatief op retinol. Dus dat klinkt veelbelovend. 100% natuurlijk. Vegan. Nou, ik ben heel benieuwd. Dit is hoe het eruit ziet. Ik vind echt wat retinol doet voor je huid zo goed. Maar ik kan er gewoon niet tegen. Ik vind het zo heftig. Nummertje 14. Ze gaan zo lekker makkelijk open. Echt perfect. Mario Badescu Facial Spray. Met aloe vera en kokosnootwater. Ik weet niet, is dit gewoon een primer? Of is dit gewoon om even af te koelen? Ik heb geen idee. Oh, er zit ook geen doosje. Dit was het doosje en dan is dit de spray. En een facial spray, ja, misschien kan je het als primer gebruiken. Of als finish spray. Of gewoon even tussendoor. I really don't know. Er staat echt helemaal niks op. Maar goed, dat zal wel. Dat is in ieder geval die. Dan is hier de nieuwe laag. En dan gaan we naar nummer 15. Nu komen echt duidelijk de grotere dingen. Maar dat zegt niks, want het weegt alsof hier helemaal niks in zit. Dit zijn... Ja, kijk, dit vind ik echt zo stom. Ik vind de tekens wel leuk. Het zijn dus nagelstickers. En ik vind het meer stom omdat ik weet dat ik dit never ever nooit ga gebruiken. Al moet ik zeggen, dit is dus met sterren en met horoscopen. Dat vind ik heel erg leuk. Ik weet niet of mijn camera dit gaat oppikken, omdat het natuurlijk doorzichtig is. Maar dit zijn ze. Alleen, ja, in een Essence kalender zou ik nog denken, oh ja, cute. Alleen in een hele dure ASOS Advent kalender denk ik, ja, misschien niet helemaal. Ze komen ermee weg omdat ik de tekens gewoon heel erg leuk vind. Nummer 16, weer zo'n geweldige print. Echt leuk. Weegt ook weer alsof er niks in zit. Zou het een masker zijn? Het is een Sleepover Self-Warming Steam Mask. Hier hou ik van. Hier ga ik goed op. Als ik hoofdpijn heb, als ik migraine voel aankomen, dan doe ik meestal zo'n ding op. Ga ik op bed liggen en dan overleef ik het allemaal wel. Dit is echt heel erg lekker. Ik koop mijne gewoon lekker cheap bij de Action. En die zijn echt super fijn. Dit is van Pop Mask. One size. Oh, met roze geur. Oh, dat lijkt me niet heel lekker. Ja, droge ogen, slaapproblemen, migraine. En het wordt binnen 30 seconden warm. Zo ziet die eruit. Nummertje 17. Die zit hier. Ja, jeetje. Nu komen al die maskerachtige dunne dingen. Dit is een mask bar. Brightening Sheet Mask with Vitamin C. Dit is dus heel erg lekker om te gebruiken met die. Als je het op hebt en je gaat met deze eroverheen. Het voelt zo ontzettend lekker. Maar overal waar vitamine C in zit, word ik enthousiast van. Dus ja. Maar op zich valt dit nu onder masker. Dit is masker en dit is masker. Dus dan vind ik het wel allemaal een beetje veel. Nummer 18. Dit is Olaplex. Olaplex. Zo klein. Dit is in ieder geval nummertje 8. Die ga ik sowieso bewaren voor als we ooit weer een keer op vakantie gaan. Maar dit is dus het Bond Intense Masker van Olaplex. En deze is echt heel erg goed. En dit is gewoon super handig om mee te nemen. En vooral als je dan naar een land gaat waar je ook de zee en het zwembad in gaat. Dan kan ik dit echt mega aanraden. Want dit is echt voor mijn haar nog net niet wonderspul. Dan nummertje 19. Heeft de vorm van een oogpotlood. Maar daarvoor klinkt hij te dik. Snap je?
is het ook gelukkig niet. Dit is van Elf en het is een lip plumping gloss. Ik vind dat gevoel van dat tintelen zo lekker. Dat is deze. Ziet eruit als echt een hele mooie subtiele gloss. Dus dat het wel een laagje kleur achterlaat, maar geen kleur. Snap je? Dat is in ieder geval deze. Ik vind het echt een goede verhouding tussen verzorging en make-up. Vind ik echt heel erg leuk. Nummer 20, die heb ik hier. Dit is, geen idee, Iconic London Light and Glow Duo. Een highlight. Maar wat is dan de duo? Geen idee. Oh, het is wel een duo, maar dan gewoon allebei highlight. Zo ziet hij eruit. Ziet er erg mooi uit. Ik denk wel dat dit voor mij echt veel te donker is als highlight. Dus dat het bij mij echt niet gaat staan. Het is een mooi product. Ik ken het verder niet. Maar het ziet er mooi uit. Dan gaan we naar nummertje 21. Die hebben we hier. Dit is de Rituals of Sakura Body Cream. Altijd goed. Ik heb wel nog de Rituals Adventskalender. Maar die staat al zoveel op YouTube dat ik denk, is dat dan nog wel leuk als ik hem ook doe? Dus laat even weten of dat leuk is. Dat is deze, ja, body cream rituals. Altijd goed als dat erin zit. En het is ook nog eens echt een hele lekkere geur. Dat vind ik echt een hele clean geur van rituals. Nummer 22. Deze voelt zwaar. Yo, hoe groot is nummer 25? Zie ik nu ineens. Oh my god, hij voelt ook zwaar. Oké, rustig. We moeten er nog drie. Dit is een ampoule. Oké, wacht even. We gaan hem openmaken, want ik word hier niet wijs van. Oh, wat ziet dit er mooi uit. En die haar. Het is met spirulina en blue Tansy. Ik heb nog nooit van Tansy gehoord, maar dit is leuk. Lang verhaal kort, je moet dit na het reinigen en tonen van je gezicht opdoen. En dan krijg je dus een brightening effect. Er staat niet heel veel op wat dit dan is, maar het is in ieder geval een soort serum. Maar dan noemen hun het een ampoule. Dus dat klinkt waarschijnlijk net even wat fancier, maar het is ook inderdaad, het is heel vloeibaar. Nu is een serum altijd wel vloeibaar, maar dit lijkt eigenlijk gewoon op blauw water. Nummer 23. Zo, deze is pas zwaar. Ik denk dat dit de zwaarste tot nu toe is. Dit is een, ik wou echt net zeggen, het moet wel iets van een kaars zijn of zo. Bedtime Hero van Neo. Oh, lekker met kamille en cedarwood. Ik weet niet hoe je dat op zijn Engels zegt. Cedarwood. Een scent to sleep. Oh, dat. Oh mijn god, hij is lekker. Oh, het is inderdaad een perfecte slaapgeur. Als ik slaap moest omschrijven als een geur, dan zou dit het zijn. Oh, en zie je dan al zitten met een kopje thee en dat kaarsje aan. Doe je een sheetmasker op en dan zit je jezelf zo lekker te rollen. En daarna ben je klaar met je sheetmasker. En dan doe je dat lekkere slaapmasker op. Oh, ja. Geeft een 10. Zeker weten. Nou ja, ik weet niet hoe het is als je hem aan hebt. Dus dat weet ik niet 100% zeker. Maar nu voor de looks en de geur, 10. Nummer 24. Echt weer heel erg mini. Maar dat zegt helemaal niks. Dit is van Charlotte Tilbury. Een collageen superfusion face oil. Waarom zit er zo'n vieze pluis onder mijn vinger? Het is wel echt de meest mini die je kan krijgen. Maar het is dus een facial oil. Ik had het leuker gevonden als er van Charlotte Tilbury iets van make-up in zat. Maar goed. Ja, dit is wel echt heel erg mini. Zo ziet hij eruit. Ja, het is echt heel erg klein. Waarom? Soms vraag ik echt af waarom. We gaan naar de allerlaatste. Ik heb echt geen idee wat hierin zit, want ik heb niet gekeken. Er zit een belletje bij. Het is van een make-up palet zijn of zo. Oh, ik dacht dat het een belletje was, maar het is een rits. Ik dacht een kerstbelletje. We Match. Dus dit is een make-up tasje. En er zitten meerdere producten in, voel ik. Tadaa. Oh, er zitten inderdaad meerdere producten in. Als allereerst een Revolution Conceal and Define Fixing Spray. Volgens mij heb ik deze keer een full size gehad en vond ik die wel heel erg fijn. Dit is in ieder geval een fixing spray van Revolution. Dit is ook van Revolution en dit is een super dewy liquid blush. Hier ben ik niet goed in. Ik kan dit niet gebruiken. Het lukt me niet. Ook al doe ik één mini tikje, het is alsnog te veel. Dit is de kleur.
Ziet er goed uit. Zou alles dan van Revolution zijn wat hierin zit? Ik denk het wel. Extra Hold Brow Glue. Dit is gewoon een wenkbrauw gel. En dan met Extra Hold. Dat is die. Dan zit er nog een poedertje in. En dit is een baking powder. Ook van Revolution. Dit is iets wat ik eigenlijk niet gebruik. En dan als allerlaatst in dit tasje zit een oogschaduwpalet. Ik heb het idee dat ik deze al heb. Hij zit dichtgeplakt en ik laat hem ook even dicht voor het geval ik hem een keer aan iemand ga geven. Dan vind ik het wel fijn dat hij nog dicht zit. Het zijn in ieder geval hele, hele mooie kleuren. Echt precies waar ik van hou. Dit zijn echt mijn kleuren. Dus dat is dit oogschaduwpaletje. Dat is het laatste wat er in dit tasje zat. En dan zitten er dus echt veel meer producten in dan 25. Ik vind dit zo'n leuk einde. Want dan denk je, oh, make-up tasje, er zit vast iets van make-up in. En dan zitten er gewoon 5 producten in. 25 is al extra. En dan krijg je al dit er ook nog eens bij. Dus dat is echt top. 118 euro, is dat het waard? Ik denk het zeker weten van wel. Er waren denk ik 3 vakjes waarbij ik dacht, oh, dat is jammer. Maar de rest haalt het wel weer omhoog. Wat ik wel merkte is dat het begin echt heel erg sterk was. En toen ging het weer een beetje naar beneden. En toen op het einde dacht ik wel weer, oké, dit is echt heel erg leuk. Zelf heb ik er 95 euro voor betaald. Ik denk dat ik dat een betere prijs vind. Maar, zoals ik begin van de video al zei, hij is uitverkocht. Dus waarom zou ze bij ASOS dan denken, oh, we maken hem 95 euro. En ik ben ook heel benieuwd wat jij van deze inhoud vond. Vind je het geld waard? Heb je deze zelf ook? Zou je hem ook willen? Let me know. Ik ga echt goed op de enthousiasme die jullie hebben op mijn adventskalender video's. Ik vind het echt heel erg leuk. Dus mocht je nog een suggestie hebben wat betreft een kalender die je wil zien, laat het me weten. Als je deze video dan leuk vond, doe even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doei doei! Mwah.